Van Leeuwen is expert op het gebied van inkoop, opslag en distributie van stalen buizen. Maar we doen nog meer. Zo bieden we onder andere een breed scala aan buisbewerkingen aan. Dat helpt de klant hun producten sneller te verwerken. We bieden bij Van Leeuwen diverse soorten buisbewerkingen aan. Dat zijn onder andere bewerkingen om buizen aan te passen, zoals op maat zagen, lasersnijden, 3D-profiling of buigen. Maar daarnaast bieden we ook bewerkingen aan om buizen te beschermen tegen roestvorming of andere externe factoren. En daarvoor bieden we onder andere deze gemeniede en verzinkte buizen aan. Bij Van Leeuwen kunnen we een aantal buisbewerkingen zelf uitvoeren, maar we werken ook nauw samen met partners die in buisbewerkingen gespecialiseerd zijn. Nou, leidingbuizen worden heel vaak bewerkt en dat kan zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant. Als men buizen aan de buitenkant gaat bewerken, spreekt men vaak van een coating. Gaan we buizen aan de binnenkant bewerken, dan wordt er vaak over lijning gesproken. We hebben veel ervaring met het leveren van buizen voor drinkwaterleidingen. Die buizen zijn meestal uitwendig polypropyleen coat, een witte coating, en inwendig voorzien van cementleiding. Een ander mooi voorbeeld zijn deze buizen. Deze buizen gaan gebruikt worden voor het transport van kerosine op een vliegveld. En deze buizen hebben een dubbele bewerking. Zo zijn ze aan de buitenkant voorzien van een gele polyethyleencoating. Deze PE-coating biedt bescherming aan de buizen onder de grond tegen roestvorming. En aan de binnenkant hebben we ze laten voorzien van een epoxyleiding. In dit geval een witte epoxyleiding die speciaal is ontwikkeld voor het transport van kerosine en daarnaast ook nog eens bescherming biedt tegen roest. Nou, we zien toch wel dat polyethyleencoating de meest voorkomende coating is. En daarom hebben we ook besloten om een ruim assortiment aan ASTM-buizen met PE-coating op voorraad te leggen. Bij Van Leeuwen hebben we heel veel kennis en ervaring op het gebied van buisbewerkingen. Dus bij wie moet je zijn voor al je vragen? Juist, bij ons!